Dat is echt indrukwekkend, de hele reis. Rome zelf, Vaticaan, bezoekende paus. De omgang met de groep mensen, het was in één woord super. Straatwerker Frank Driessen kijkt terug op een inspirerend bezoek bij de paus. Vanwege het heilige jaar van de barmhartigheid bezochten 6000 dak- en thuislozen uit heel Europa Rome. Dit op uitnodiging van paus Franciscus. Driessen uit Maasbree, straatwerker in de gemeente Venlo, mocht ter begeleiding van de 15 Limburgse genodigde dak- en thuislozen mee naar Rome. De boodschap van de paus die hij daarvoor kondigde was dus dat de vrouwen de dak- en thuislozen over niet alleen Europa, maar over de hele wereld eens een keer in het zonnetje gezet moeten worden. Omdat in deze maatschappij je als dak- en thuislozen natuurlijk niet goed hebt, erg slecht is allemaal, is ook, dat er ook niks is voor die mensen in principe. Dus de paus zijn gedachte was om deze mensen door middel van deze gebeurtenis een steuntje in de rug te laten krijgen en misschien dat ze daardoor weer een stap verder kunnen laten komen om hun leven weer een beetje op gang te kunnen laten krijgen. Op de eerste dag van het bezoek werd de groep welkom geheten door de paus. Daar leidde de paus ook een dienst. Voor mij was het ook een hele belevenis, maar vooral voor die groep, wat ik weet, die groep die met waar ik met mijn pa ben geweest, dat die wel allemaal met een big smile huis was zijn gegaan. En ik hoop dat ze een toekomst hierdoor weer een boost gekregen heeft. De Limburgse delegatie schonk een beeldje en 50 jassen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Italië uit handen van de Limburgse dakloze Iris. Veel mensen weer, want dit had ik net nodig om weer verder te kunnen komen en ook weer de motivatie om weer er tegenaan te gaan. Om hun leven weer op te kunnen gaan pakken. Als straatwerker werkt Driessen veel met dak- en thuislozen en probeert hij de mensen aan te sporen om hun leven weer op te gaan pakken. Ik krijg dus veel vanuit de opvang verzoeken om mensen te proberen te vangen, die dus op straat leven. En om die bij de opvang te krijgen. En als ze eenmaal bij de opvang zijn, om ze dan eventueel weer verder te kunnen helpen met een postadres, met vooruitgang, met een vooruitzicht, misschien een uitkering en van daaruit misschien weer een kamer. En van daaruit misschien door middel van ambulante begeleiding vanuit de opvang weer terugkomen in de maatschappij. Ik heb twee mensen van straat gehaald die echt buiten leefden. Die heb ik naar de opvang gebracht. En die zijn dus vanuit de opvang hebben ze dus een postadres gekregen. Een uitkering. En dat de bal is gaan rollen. Dus na die uitkering hebben ze dus een kamer gekregen. En ze zitten nu op de kamer. En ze kunnen dus met ambulante begeleiding proberen weer hun leven op de rails te krijgen. En misschien zo weer terug te kunnen keren in de maatschappij. Het bezoek aan de paus heeft de dak- en thuislozen een boost gegeven. Ook voor Frank. De hele reis, ik had het me anders voorgesteld, maar het was zo indrukwekkend en zo fascinerend om dit mee te maken. Dus dat zal ik nooit van mijn leven meer vergeten, denk ik. Nee, het was wel zo'n fantastische reis. Super. Ja.